is ontstaan door een reis naar Italië samen met mijn vrouw. En op elke hoek hadden ze daar koffiebarretjes. Dus ja, cappuccino's, espresso's zitten drinken. Dus ja, we komen terug in België, we wonen in het Waasland. En ja, we komen dan in een zaak waar een Italiaanse koffiemachine zou. Ze dachten, lekker cappuccino. Bestel een cappuccino. En mijn teleurstelling was heel groot. Ik kreeg een koffie met slagroom. En dat begon mij meer en meer te ergeren, waardoor ik dan op internet ben beginnen kijken. En ja, op zoek was naar een klein koffiemachientje. Bij die zoektocht ben ik bij een homebarista forum terechtgekomen. We hebben gekozen voor de Black Eagle Gravitech omwille van zijn mogelijkheden. Met de vorige espresso machine waren we gelimiteerd qua mogelijkheden. We wilden meer controle hebben over de koffie. En ja, dan hebben we die tegengekomen op een beurs en ik was helemaal verkocht. En na aanschaf zijn we er heel tevreden van. Hij is zeer consistent omwille van de weegschalen, maar ook de controle van temperatuur, aparte groepen is voor ons heel belangrijk en het stomen is super goed ermee. En dit in combinatie met een Mythos One geeft ons quasi perfecte koffie. Bij de release van de Victoria Arduino Gravitech hebben we een Latte Art Throwdown georganiseerd. Dat is een battle per twee met een driekoppige jury. Om het mooiste latte art te maken en de jury kiest dan degene die doorgaat. Er was heel veel volk aanwezig uit de koffiewereld, barista's en koffiebranders en zo. En ja, ze waren zeer enthousiast van het machine. Ja, klantgewijs brengt het ons. Mensen zijn heel hard geïnteresseerd in wat de machine is en doet. Omwille van het staat vrij centraal in de zaak. En ja, het oog wilt ook wat. En voor mij is het een perfecte combinatie kwaliteit en zicht.